Dag, lieve dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat je kijkt. Het is vandaag weer zover, de nationale leugenherdenking. Want daar komt het natuurlijk op neer. En wat je dan ziet is al die schandknaapjes, die zich dan politici noemen, met een keppeltje op, voor hun, blijkbaar hun Joodse meesters. Komen haar hier een beetje bijdrage leveren aan het instand houden van de grootste leugen van de afgelopen eeuw. Nooit meer Auschwitz, het symbool, kamp Auschwitz, stel ik in dat monument van Jantje Wolkers. Het symbool voor die holocaust. Auschwitz werd trouwens pas in 1957 voor het eerst herdacht. En het woord holocaust, dat is pas geïntroduceerd in 1978. Dus, nou ja, goed, maakt niet uit, hè? Laten we eens even kijken, Wikipedia. Is namelijk een internationale dag. Dus het is niet alleen hier, maar het wordt internationaal gevierd. Of herdacht, hè? Dus aandacht aan besteed, heel veel aandacht aan besteed. Terwijl toch wel enorme vraagtekens zijn te zetten. En die vraagtekens, die druk ik dus uit in heel simpel, het is gewoon voor het grootste deel een leugen. Wat niet gelogen is, is dat er mensen werden getransporteerd naar werkkampen. Wat niet gelogen is dat er heel veel mensen in erbarmelijke situaties, omstandigheden leefden. Overigens niet alleen in die kampen, hoor. Als je oorlog hebt, dan is dat nogal snel het geval. Waar dan ook. Er kwamen heel veel mensen om door ziekte. Er kwamen heel veel mensen om door geweld. Dat is allemaal gebeurd. Dat is verschrikkelijk. Hè? 60 miljoen doden of zo in de Tweede Wereldoorlog. Al die mensen die op schepen zaten, die werden getorpedeerd, al die onschuldige burgers die omkwamen door brandbommen of kogels of weet ik veel wat. Ja, dat wil je liever niet meemaken. Hè? Terwijl we trouwens recht op een WO3 afsteven. Maar goed, laat daar maar nog even niet over beginnen. Nu we het over dit gelul hebben hier. Maar, wat niet is gebeurd, lieve dames en heren, is dat er 6 miljoen Joodse mensen zijn vergast in gaskamers. Dat is niet gebeurd. Daar zijn nog geen bewijzen voor. Als dat wordt geplaatst in de massamedia, zoals nu vandaag ook weer, door de mevrouw die het voorlas van de NOS. Ja, nee, het is niet zo dat mensen daar eerst de trein uitliepen en gescheiden werden en meteen de gaskamers in en meteen de overzin. Daar zijn helemaal geen getuigen van, dat kon logistiek helemaal niet. Totale waanzin. Dat is de grootste leugen die je kunt voorstellen. En uiteindelijk is het allemaal gedaan, zoals bekend, vanwege Israël, wat al in de stijger stond. En de Joden die kunnen nu nog steeds vandaag de dag met dit excuus aankomen, zodat zij maar vooral beschermd moeten worden voor de Jodenhaters. De mensen die zogenaamd antisemitisch zijn, waardeloze woord, ook al, maakt niet uit. Allemaal bij elkaar gelopen. Dat Auschwitz-kamp, daar wordt nu van gezegd dat er ongeveer 1,3 miljoen mensen naartoe werden gedeporteerd en dat er 1,1 miljoen mensen om het leven zouden zijn gekomen. 1,1 miljoen. De grap is echter dat op het originele plakket van Auschwitz stond 4 miljoen. 4 miljoen. Dus op basis van dit getal is ook die 6 miljoen tot stand gekomen. Terwijl dat getal trouwens al lang voor de oorlog meerdere malen is gesuggereerd en genoemd in andere contexten, maar wel in verband met Joden. Het lijkt wel alsof het een soort van spelcasting is. 6 miljoen, 6 miljoen, 6 miljoen. 666, juist, je snapt hem wel. Laten we vooral angstvallig vasthouden aan die 6 miljoen. Terwijl het niet eens klopt. Je kunt gewoon aantonen dat op basis van de gecorrigeerde cijfers, kan die 6 miljoen al helemaal niet meer kloppen. Dat staat zelfs in onze massamedia De Volkskrant te lezen. Hier, wanneer was dat? Sorry, NRC. 2009. Over titel, hoe tellen we 6 miljoen slachtoffers? In tegenstelling tot vaker wordt beweerd, kun je eenvoudig stellen op basis van onderzoek, dubbele punt, in de gaskamers zijn niet 6 miljoen Joden omgekomen. Niet 6 miljoen. Nou, uiteindelijk komen ze dan op een getal van 5 miljoen. Nou, dat gaat er mij ook niet in. Dat klopt gewoon niet. Het is gewoon niet bewezen. En het is wel bewezen dat het is gelogen. Want ja, een leugen kun je gewoon aantonen. En dat is ook al gebeurd. Veel gebeurd. Ik ben wat dat betreft gewoon een naaper. Ik heb een aantal documentaires gekeken van mensen die het goed hebben onderzocht.
En dat snijdt gewoon zoveel hout, ja, dat je niet kunt ontkennen dat dit hele gedoe van die 6 miljoen Joden een grote leugen is. Eerste schatting, ja, dan kom je dus ook niet ver, hè? Want je krijgt alleen maar de massamedia te zien. Scholieren, Wikikids, NRC, Joods Amsterdam, Hart van Nederland. Deze mensen gaan niet jou vertellen wat de werkelijke cijfers waren. Dan moet je iets verder verzoeken. Kom je bijvoorbeeld bij, als je een afbeelding kijkt, zie je het wel. Maar ja, nog eventjes verder gaan, want dit is natuurlijk niet de enige leugen. De grootste leugens worden het grootst herdacht, zoals de Holocaust. Een andere grote leugen die ook enorm wordt herdacht en aandacht aan wordt geschenkt is 9-11. 9-11 is natuurlijk nog iets recenter. Maar iedere oorlog wordt gestart met een leugen. Of een hoax of een false flag. Praktisch iedere oorlog. Vietnam, Golf of Tonkin, van later is gezegd. Nee, ja, inderdaad, was niet helemaal waar. Niet gebeurd. Jongens, dames en heren, dit is niets nieuws. Ze liegen altijd. En met ze bedoel ik natuurlijk niet alleen die knaapjes, hè, zoals Rutte, die in dienst van de werkelijke macht aan het werk zijn. Want er is natuurlijk een hele grote machtstaak boven. Die mensen heb ik het over. Ja, die liegen alles bij elkaar. Dat is niet anders mogelijk blijkbaar als je aan de macht bent in een wereld zoals deze. Dan moet je wel liegen, anders kun je dan niet blijven zitten. En wat ik nog even wilde aantonen, het is ook alweer bekend, dat gelieg van die verschrikkelijke Pinocchio Mark Rutte. Hij breekt de lans voor de sleepwet naar geslaagde hekoperatie AIVD. Tuurlijk jongens, hè? De geslaagde hekoperatie van AIVD. Dit is gewoon weer een spin, een leugen, je wordt er niet goed van. Je wordt er niet goed van. Het is allemaal alles bij elkaar gelogen, mensen. Ja. Jammer genoeg trappen de meesten nog in ook. Nou, cheers.